Op maandag 29 augustus bracht de VVD een werkbezoek aan Hoek van Holland. Als eerste werd er gesproken met bewoners van de Strandweg. Zij vrezen geluidsoverlast en veiligheidsproblemen als straks een metrolijn wordt doorgetrokken naar het strand. Een speciale kruising zou uitkomst kunnen bieden. Als tweede sprak de VVD met ondernemers uit de Prins Hendrikstraat. Waar lopen zij dagelijks tegenaan? Het derde bezoek dat de fractie bracht was aan rugbyvereniging De Hoekers. Dit omdat de Rotterdamse VVD sport hoog op de agenda heeft staan. Tot slot ging de fractie richting het strand om ook daar in gesprek te gaan met ondernemers. Conclusie, een geslaagd werkbezoek met als kers op de taart een prachtig uitzicht.